Waldemar Torenstra heeft onlangs onthuld dat hij in zijn jeugd betrokken was bij een buurtbende, tijdens een openhartig interview met Euskan Akjol in het programma De geknipte Gast. De 49-jarige acteur deelde zijn ervaringen als een kind dat vaak moest verhuizen, waardoor hij telkens opnieuw zijn plek moest vinden in verschillende omgevingen. De acteur herinnerde zich hoe zijn familie van Amsterdam naar Engeland verhuisde toen hij nog een kind was, maar dat dit te snel gebeurde voor hem om de taal goed onder de knie te krijgen. Dit was slechts het begin van een reeks verhuizingen naar uiteenlopende plaatsen. Torestra deelde zijn ervaring in een achterbuurt waar dagelijkse gevechten aan de orde van de dag waren. Dit leidde ertoe dat hij zich aansloot bij een buurtbende en zelfs tot het punt kwam waarop hij gedwongen werd om terug te vechten. De divorceacteur bekende dat hij vaak werd mishandeld totdat hij zelf in staat was om geweld te gebruiken. Terugblikkend op zijn jeugd beschreef Torenstra het als een tijd van grote veranderingen met een vader die zijn eigen weg zocht en een moeder voor wie de lasten soms te zwaar waren. Hij omschreef het als een onvoorspelbare en op een bepaalde manier onveilige jeugd. De complexiteit van zijn achtergrond vormde de basis voor zijn latere leven en carrière. In augustus van het afgelopen jaar kondigde Waldemar aan dat hij het rustiger aan ging doen nadat hij een periode intensief aan het werk was geweest. Zijn beslissing om minder gebruik te maken van oppas en meer tijd thuis door te brengen, kwam voort uit de drukte die zijn vriendin Sofie Hilbrand ervoer met haar talkshow Galit en Sofie. Deze onthullingen werpen een nieuw licht op de persoonlijke reis van Waldemar Torestra en benadrukken de uitdagingen die hij heeft overwonnen in zijn jeugd, waardoor hij uiteindelijk een plek vond in de wereld van entertainment. Het toont ook zijn recente streven naar een evenwichtiger leven te midden van zijn succesvolle carrière en persoonlijke verplichtingen.